Hey, goedemiddag. Welkom bij Auto Siro. We hebben er weer een. Mitsubishi Outlander hybride. Ik zeg, we hebben er weer een. We hebben er op dit moment 6 staan. Waarom? Mooi, hoge zit. Wegenbelasting, €40. Je rijdt 30 kilometer, pure stroom. En deze heeft wel een prachtige kilometerstand. Gekocht door mijn collega Edwin. Die zag hem bij Leaseplan voorbij komen. Hij zegt 77.000 kilometer. Dit moeten we hebben. Nou, daar ben ik eigenlijk helemaal met hem eens. Echt een plaat van een auto. Leuk detail om even mee rekening te houden. Tot 160.000 kilometer. Mocht er wat gebeuren met je accu, wordt alles vergoed door Mitsubishi. Dat is wel even een dingetje. Na die 160.000 mocht er onverhoopt toch wat met je accu gebeuren. Tegen een kleine €1000 heb je een gebruikte met weinig kilometers. En het is ongeveer een half uurtje werk om zo'n ding te vervangen. Dus mocht er ooit wat gebeuren, hoef je je daar nog niet druk over te maken. Nou, deze 77.000 kilometer, jongens. Die gaat het nog wel even volhouden. En wat een plaatje. Komt-ie. Wit, met de zwarte velgen. U zag de parkeersensor al aan de voorkant. De banden zijn 3000 kilometer geleden volgens mij gedaan, want die zijn zo goed als nieuw. 4 seizoenen band, Dunlop. Dus daar mag je ook mee in Duitsland. Wordt goed gekeurd als winterband. Nou, u ziet het privacyglas. Maakt hem heel chic met die witte kleur en dan de chrome accenten. En met deze kilometers mag je dat ook verwachten. Mijn auto is werkelijk als nieuw. Er is gewoon niks aan te vinden. Even naar de binnenkant. Je ziet hier het knopje van de keyless entry. Dus de sleutel hoef je niet meer uit de zak te halen. 4 elektrische ramen, elektrisch inklapbare spiegels. Nou, je ziet het. Leer Alcantara met half leder. Gewoon helemaal in topconditie. Hij heeft een groot scherm navigatie, hij heeft de DAB Plus radio. 77.000 kilometer nogmaals, prachtig. 2 luxe sleutels. De stoelverwarming in 2 standen te bedienen. En net wat ik zeg, mooie hoge instap. Achterin, volgens mij nooit gebruikt, als ik het zo zie. Even naar de kofferbak. Dan zien we nog even een extra subwoofer. Dan zien we het tasje van de afneembare trekker. Die zit er dus al onder. Dit is de snellader. Er komt ook een lader voor thuis bij, uiteraard. Die kan gewoon in de 220. Verschil is de 220 stekker, dus gewoon in het stopcontact. Doe je een uur of 6 erover om hem op te laden. Zou je een paaltje bij huis willen, of heb je er een in de buurt, kan het met de snellader. Dan zit je ongeveer 2 uur aan de paal. Als je zegt van joh, ik wil zo'n kastje thuis aan de muur, verzorgen we ook. Kost ongeveer €1000, dan wordt die voor je geïnstalleerd. Wat wil ik verder vertellen? Heb je een inruiler, misschien wel een Outlander met 3 ton. Die hybrides kunnen dat echt namelijk. Van 2013 ruilen wij heel graag in. Zijn we blij mee. Stuur even wat fotootjes via de WhatsApp, krijg je daar een nette bieding op. Iedere andere vorm van inruil, of auto, of caravan, of boot, maakt ons niks uit. Zijn we blij mee. Let even op, we adverteren om 2 keer. 1 keer extra BTW, 1 keer inclusief BTW. Check dat eventjes, staat er netjes bij op de site. En ook op onze zoekmachines. Dus dat moet goed komen. Financial lease doen we heel veel. Stuur even uw KVK door. Dan gaan wij een vrijblijvend voorstel voor u maken. Heeft u binnen 5 minuten op de e-mail. En that's it eigenlijk. Bel, app, mail, we reageren super snel. Dank voor je tijd. Hoi.